Bij ProMens aan de Einsteinstraat in Zevenaar is vrijdagochtend tegen 6 uur brand ontstaan. De brand sloeg uit het gebouw. Er was een grote rookontwikkeling. Volgens getuigen waren er continu explosies te horen. De brandweer vermoedt dat er gasflessen zijn ontploft. Gevestigd in 1948 ontwikkelde ProMens Zevenaar zich van een pionier op het gebied van verwerking van plastics tot een internationale leverancier van technische producten. De afzetmarkt van ProMens is de automotive-industrie. En overige technische producten, waaronder veel kunststof, onder andere de cosmetica-industrie. Lange tijd bleef het daarom zeer onduidelijk in welke mate de lucht verontreinigd kon zijn met schadelijke stoffen. Er werd ook snel door de hulpdiensten opgeschaald naar een zeer grote brand met de hoogste prioriteit. Een zogeheten grote calamiteit met een noodscenario. De Zevenaarse brandweer kreeg assistentie van collega's uit onder meer Arnhem, Rhede, Ede, Groenlo, Nijmegen en ook uit Winterswijk. En ook vloog er een politiehelikopter boven het bedrijventerrein. Burgemeester De Ruiter van Zevenaar heeft de bevolking opgeroepen ramen en deuren te sluiten en niet naar de brand te gaan kijken. En toch negeerden veel mensen dit advies. Rondom de randplek was het dan ook bijzonder druk. Later is duidelijk geworden dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Wel zijn asbest voorzorgsmaatregelen genomen. Alle auto's op het terrein zijn afgespoten voor de zekerheid. Veel leerlingen in Zevenaar en de directe omgeving kregen van hun school een sms'je met het advies om thuis te blijven vrijdag. Andere scholen gingen wel gewoon open omdat de rookwolk richting Didam trok. Wel bleef die helikopter de rookwolk goed in de gaten houden. De enorme rookwolken boven het gebouw waren in de ruime omtrek te zien. Er waren zelfs meldingen uit onder andere Doesburg dat daar asdeeltjes naar beneden kwamen. Omdat ProMens dicht bij het spoor ligt, was het treinverkeer langs Zevenaar compleet stilgelegd. Veel reizigers tussen Doetinchem en Arnhem stonden ruim een uur op het station in Zevenaar te wachten op vervangend vervoer. De gemeente Zevenaar heeft een speciaal nummer ingesteld voor mensen die toch nog vragen hebben over de eventuele schadelijke gevolgen van deze brand. Je kunt contact opnemen met telefoonnummer 026 377 5460. De Arnhemse gemeenteraad spreekt de komende weken over mogelijk extra bezuinigingen. Afgesproken is dat de Gelderpas behouden moet blijven. En hetzelfde geldt ook voor de maaltijdvoorzieningen. Maar duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren. Er dreigt in Arnhem een tekort van minstens 2,4 miljoen euro op de armoedekas voor volgend jaar. En dat tekort dat loopt mogelijk nog verder op, zo waarschuwt de wethouder Sociale Zaken Michiel van Wessem. Ook de tweede anti-tankversperring die vorige week aan de Lentse kant van de Waalbrug is gevonden, zal in zijn geheel worden gesloopt. De kosten van het redden van deze versperring zijn te hoog. Afgelopen dagen is wel intensief bekeken of wellicht delen gered zouden kunnen worden. Het VF-fonds dat had vorige week nog een kwart miljoen euro ter beschikking gesteld voor het behoud van deze vondst. Maar ook dat is een te kleine bijdrage gezien de kosten. Bouwbedrijf Plecht Vos uit Bemmel wil de Arnhemse woonwijk Schuitgraaf mogelijk gebruiken om een nieuw type woning te lanceren. Het gaat hierbij om de zogenoemde budgetwoningen. Dat zijn koophuizen voor starters of eenpersoons huishoudens die net niet meer in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Ja, dat klopt. Daar hebben wij natuurlijk dagelijks mee te maken. En daarom is het van belang dat we zo kijken naar waarom de huizenmarkt stagneert. En wat wij als bouwer eraan kunnen doen. Wij zitten niet stil. Wij willen proactief zijn naar de markt. Dus kijken ook naar de ontwikkelingen in de markt. En niet alleen naar bouwontwikkelingen, maar ook naar algemene ontwikkelingen. Zoals de nieuwe kabinetsplannen. En het nieuwe woonakkoord. Dus dat is aanleiding om te kijken van hoe krijgen wij dan als bouwer een rol in het versnellen van de woningmarkt. Kunnen we daar iets aan betekenen? Waarom dan gekozen voor Schuitgraaf? Leuk. Ik ben een inwoner van Arnhem. Heel simpel. Ik ben trots op mijn stad. Ik ben echt wel import, maar ik woon hier echt met heel veel genoegen. En het gaat mij ook aan. We zijn als Plecht Vos ook een lokale partij. En dan is 1-1-2. Ik wil iets betekenen in deze regio. Ik heb dat vermogen in die zin dat ik een bouwbedrijf achter me heb. En dat is de reden natuurlijk dat ik naar Schuitgraaf kijk. Dat is één. Twee, Schuitgraaf ligt in beginsel stil. Er gebeurt gelukkig wel iets, maar vrij beperkt. En ook dat is, kunnen wij daar iets in betekenen? Je ziet in Schuitgraaf dat er een aantal plekken leeg staan. De gemeente heeft gezegd, wij willen eigenlijk de focus op een wijk afmaken. Eerst afmaken voordat we weer groots beginnen. Dat zijn eigenlijk de locaties waar voor ons de meeste kansen liggen. De kabinetsplannen en de huidige crisis zorgen ervoor dat de vraag naar kleine, maar volwaardige woningen groeit.
Het bedrijf heeft daarom een woning ontwikkeld van 2 lagen, in totaal 70 vierkante meter, met minimaal een woonkamer, keuken, sanitair en 2 slaapkamers. De woningen kunnen zelfs energie-neutraal worden aangekocht, waarmee ook weer wordt ingespeeld op het groene karakter van de Schuitgraaf. Ja, voor €120.000 heb je al een complete woning. Deze woning, dat is uniek natuurlijk. Waarom is dat nou nooit eerder gebouwd, denkt u? Want dat is een gat in de markt, lijkt het. Nou, dat is denk ik ook, heeft een geschiedenis. Wij hebben natuurlijk ook een periode achter ons dat wij geld konden lenen, dat wij veel luxe ons konden veroorloven. We gingen steeds groter ontwikkelen en bouwen en het werd verkocht. Nu zie je natuurlijk een kentering. Men moet weer terug naar een stukje realiteit. Want ik denk dat we een nieuwe realiteit hebben in de woningbouw. Dat je moet kijken van wat is wel betaalbaar. Want er is een tekort aan betaalbare woningen. Stel dat de Schuitgraaf niet doorgaat, om welke reden ook. Welke locaties zijn dan nog eventueel op het oog? Nou, er zijn heel veel locaties op het oog. Wij zijn eind vorig jaar, naar aanleiding van het regeerakkoord, het nieuwe woonakkoord, begonnen met ons concept. We hebben veel gemeenten bezocht, vooral ook in het oosten, maar ook vooral in het noorden van het land. Waar ook heel veel behoefte is aan deze woning. En daar zijn wij al in een verder gevorderd stadium van afspraken maken. Dus onze planning is sowieso dat, en onze verwachting ook, dat er sowieso volgend jaar, misschien nog eind van dit jaar, al de eerste projecten gaan starten. Het bouwbedrijf heeft bij de gemeente Arnhem aangegeven bezig te zijn met zulke starterswoningen, maar is nog niet in onderhandeling over de grondprijs. Ook hoopt het bedrijf hiermee de stagnatie in de woningbouw weer wat nieuw leven in te blazen. En bij Koninklijk Besluit is in Westervoort vrijdag een nieuwe burgemeester benoemd. Het is Arend van Hout, die tijdens een bijzondere raadsvergadering in zalencentrum Wieleman openbaar de ambtsketting kreeg overhandigd. De 54-jarige van Hout is lid van de VVD. Sinds 2005 was hij kabinetschef van de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. De komst van Primark naar Arnhem lijkt ook andere grote internationale ketens aan te trekken. De Spaanse speelgoedketen Imaginarium heeft Muses kwartier in Arnhem uitgekozen voor de vestiging van een nieuwe winkel. In de Gruithuispassage opent 9 oktober de 3e vestiging van de Spanjaarden in Nederland. De grote publiekstrekker richt zich op de verkoop van verantwoord speelgoed voor baby's en kinderen en is ook actief via internet. Totaal zijn er zo'n 400 verkooppunten in 30 landen. De 13 meter brede pui zal worden aangepast aan de Spaanse standaard. Met 2 ingangen, 1 voor volwassenen en 1 speciaal voor kinderen. Sinds 1949 hadden we niet zo'n warme nazomerweek dan de laatste 5 dagen. Tropisch Nederland geniet van temperaturen van 32 graden Celsius. Dat is exact genoeg om een ei te bakken op de motorkap van een auto. Ja, wie had dat gedacht? Maar goed, geniet ervan. Want na het weekend, dan verdampt het kwik weer tot een gammele 19 graden. En stomen we recht af op de herfst. We nemen de week even in het kort met je door, in De Week in het Kort. We beginnen op maandag. Dat was een geel-zwart-blauw-wit feestje in Arnhem. Vitesse en Connection die hebben de samenwerking, die al vanaf 1998 bestaat, verlengd en geïntensiveerd. En daarmee wordt Connection officieel partner van Vitesse. Een blije manier van Connection natuurlijk. Ja, zeker. Het was even wat lastig met tekenen, want het hobbelt onderweg. Maar het is een leuk initiatief, dus we brengen zo op deze manier ook de beide partijen bij elkaar. Als ook een gelukkige Amerikaanse manier van Vitesse. Nah, it's fantastic for us. You know, as we build the future here, we want strong partners. Partners that are willing to stand side by side with us. Die als commercieel directeur en algemeen directeur van beide bedrijven nu een beetje met elkaar in het vervoershuwelijk zijn getreden. Voor de supporters goed nieuws, die blijven lekker gratis vervoer houden dus. Wij blijven even in Arnhem, waar wethouder Margreet van Gastel aangaf geen geld over te hebben voor dikke wateroverlast. Ja, het zogenoemde badkuip-effect, waarbij auto's tijdens zware regenval op sommige plekken veranderen in een amfibievoertuig dus. We zeggen nu, om de lasten voor de inwoner zo laag mogelijk te houden, dat we het hoogst noodzakelijke de komende tijd willen doen. Dus we zorgen voor een goede riolering, maar alle extra wensen wachten we even af of daar budgetten voor over. Helaas, advies dus om peddels in de auto's te leggen als je regelmatig door Arnhem rijdt en reddingsvesten op de achterbank. Zoiets, maar er komt nu wel een waarschuwingssysteem. Ja, dat is fijn. Mooi, en dan naar Huissen, de city of all cities. Bekend van de bonnetjesschandalen, gemeenteraadsleden die elkaar niet vertrouwen en Karstee die de wereldpers in beweging kreeg. Ja, Huissen, het stond weer in het nieuws. Wel leuk ditmaal, want de nieuwe Miss Nederland komt misschien wel uit deze stad. Ja, heel moeilijk. Voor mij ook de eerste, dus daar ben ik ook nog een beetje in aan het zoeken.
Ja, zeker. Je verwacht het niet, maar de 21-jarige Evelien Geldens uit Huissen, dat zou zomaar eens aanstaande zondag door kunnen gaan naar de finale voor de titel Miss Nederland. Ze is 22, bijna. Ze spreekt een hele hoop talen. Nee, daar moet ik eigenlijk nog een beetje op oefenen. Nederlands natuurlijk, van allereerst, dankjewel dat ik hier mag zijn vanavond. In het Italiaans, ik ga het proberen. Grazie, il permette a vole frontere. En het Duits, danke viele dat ik heute dag hier mag zijn. En ja, de rest moet ik nog een beetje oefenen. Nou, we gaan voor haar duimen dit weekend. Een vakantiebestemming vinden, dat is in de praktijk vaak niet zo'n moeilijk verhaal. Maar veel lastiger wordt het natuurlijk als je in het bezit bent van een caravan of een camper, maar je hebt geen plek om deze te stallen. Caravanstalling Lingewaard biedt dan uitkomst in de oude veilinghallen in Bemmel. Dan kun je dit weekend namelijk de stalling komen bezoeken tijdens een open dag. Ja, echt waar. Twee open dagen zijn voor de mensen natuurlijk. Als ze even komen, kan je kijken hoe het hier allemaal eruit ziet natuurlijk, in zo'n mooi pand. Ja, daar gaan we heen. Al is het maar om het vakantiegevoel nog even terug te halen. Met deze temperaturen altijd fijn, toch? Ophef ook deze week in de politiek en bij consumenten over weer een probleem met vlees. Het programma Zembla onthult dat een groot deel van het vlees dat uit de slachthuizen komt besmet is met de zogenaamde E. coli-bacterie. Ja, dat is ook die poepbacterie genoemd. Dat komt omdat slachthuizen het niet zo nauw nemen met de hygiëne en daar kun je dan weer ziek van worden. De huidige kwaliteit van de vlees, dat is uiteindelijk, vind ik, de consument wel, die maakt daar de dienst voor uit. Ja, voor een poepvrije barbecue dit weekende moet je dus toch de worst van de slager hebben. Wie heeft die tekst bedacht? En tot slot gingen we deze week naar Nijmegen, waar NEC voetballend alweer een paar weken onderweg is, inclusief nieuwe coach. Maar ook op maatschappelijk vlak is de Nijmeegse club weer gestart. Zoals het donderdagochtend de eerste editie van de Special Day at NEC, waarop kinderen uit groep 7 en 8 met een fysieke of mentale beperking verschillende sporten konden beoefenen. Nee, de kinderen doen het fantastisch. Ze hebben het ook erg naar de zin. Heel veel sportdivisies, ze kunnen dansen, workshops, ze kunnen voetballen. En hiermee besluiten we deze week in het kort. We wensen jullie alvast een enorm tropisch en droog weekend in alle gezondheid. En hopen we je volgende week opnieuw te kunnen begroeten. Tot volgende week.